Van ja, zie je, hier. Want die hebben we. Doet hij nog, Timo? Nee. Wordt heel spannend. Ik durf het eigenlijk niet. Oh. Ah. Welkom in ons vakantiehuisje voor deze week. Het is herfstvakantie en we zijn weer op je beeldscherm. Ja, want we zijn nu in een heel mooi groot huisje hier. En hier gaan wij een midweekje verblijven en gaan we wat leuke avontuurtjes beleven hier in de omgeving hopelijk. Ja. Jongens, ik moet plassen. Oh, Nui! Oh, hè? Huh? Wat ben je aan het doen? Laat me ook plassen, man! Is dit de wc? Ja. Kun je gewoon uit het raam naar buiten kijken? Lekker, hè? Ik was gewoon een wandelingetje aan het maken hier, toevallig. Oh, leuk. Ja. Hallo? Wacht. Het is wel een hele grote kamer. Ja? Ik moet de tijd nemen voor uw home tour, want die hebben we. We hebben een kast. En met een jas. Wow! Die hebben een andere. En een deken. Dan komen we hier bij de master bedroom. Kun je slapen? En dat was het. Wauw. En wat hebben we nog meer hier? Niet veel. Nee, dat klopt. We gaan. Ja, we hebben een spiegel hier en een paar spulletjes van onszelf. En nu stuur ik je uit onze kamer, want je bent er al lang genoeg geweest. Ik heb mijn stoeltje bij. Het is tijd namelijk voor Land van Sint Wild. We moeten even wat lager, even wat sluipen. Want het is heel wild gebied hier namelijk. Het duurt me allemaal veel te lang trouwens. Kijk, zie je dit daar? Dit is zo'n mooi beekje. Daar gaan we vissen. Nou, die stoel moet ook mee, zo. Want ik ga daar zitten. Kom mee. Niet naar beneden springen. Loop achter me aan. Maar als het goed is, hebben we hier het eerste wilde dier. Kom maar eens kijken. Zag je net ook iets springen? Ja, zie je? Hier. Kijk. Zie je hem? Peter, een kikkertje. Kikker! Let op het water. Hij zit hier, als het goed is nog in. Hallo? Nou, we hebben het eerste wilde dier gezien. Even niet heel spannend natuurlijk. Het is een wilde boskikker. De kikkers die komen zelden voor in de natuur. Maar we hebben er één gespot. Nou, even een visplekje uitzoeken. Ik had net zo'n kikker om. Ik ga nu proberen hier te vissen. Ik moet natuurlijk wel even een hengel uitgooien. Oh nee, dat is niet de bedoeling zo, hè? Kijk, dit is een welbefaamd goed plekje voor de natuur. Dit water is heel rustig. Eigenlijk niet. Nou, als eerst moet je natuurlijk de hengel uitgooien om echt beesten te kunnen vangen. Ah, kut. En nu? Kijk, hier in de bomen, even door de prikkeldraad heen. Prikkeldraad. Even door de spinnenwebben heen zit een hengel op het einde. En gaan we deze nu gooien. 1, 2... Hoi! Ik heb beet! Kijk, daar! Ja, maar dat is een lelijk dier. Weg jij! Oeh, jezus. Zijn we in het wild. We hebben hier een heel spannend beetje. Oh. Oeh. Zo spannend, Timo. Nee. Oh, snel dan. Oké. We moeten nu even over proberen te steken, denk ik. Ja, daar kunnen we helemaal niet overheen. Nee. Ik geef het op. Oké. Okay. We hebben een nieuw obstakel. Oh. Goed leuk. Ik hoop dat je valt. Dat is het mooiste van het liedje. Oeh, jezus. Zo, dat gaat goed, joh. Ik ben een echte bosjes, man. Ja. Spannend, hè? Wauw. Oh, een stukje in het prikkeldraad. Ja. Zo, je bent ervaren. Ja, joh. Wauw. Er staat hier een wereld voor me open. Ja, en dit is dus het uitzicht vanaf dit punt. Maar het erge is nu nog, we moeten nu dus helemaal teruglopen. Hier door het weiland heen. Ja. Wacht maar. We zijn hier in het wild. Dit is een spinnenweb.
Wauw. Dit ontstaat omdat er spinnen seks met elkaar hebben. Het gaat dampen en er komt er allemaal spul uit. Timo. Dan krijg je zo'n netje. Heb ik ook altijd. Nou, we zijn dus met meerdere mensen op vakantie. Maar ja, om met z'n allen wat te doen is ook weer zo nutteloos. Dus we zijn nu met 4 man naar Luik gereden gewoon. Uit het niet. En we gaan hier gewoon even naar de kermis of zo een beetje kijken. Ja, en naar de Mac natuurlijk. Want we moeten ook wat vitaminetjes. Ja, want je moet er gewoon even van die Mac profiteren als je op vakantie bent. Elke vakantie is gewoon een Mac-plop. Je hebt hem hoor. Een Big Mac. En een ander ding. Een van de Royal Crispy Bacon. Kijk, oh lekker hè. Wauw. En dan moet je hem eten zo. En zo'n eetshot, Doe hem bij je mond. Dan heeft zo'n fancy slow-mo shot maken van het, hè? Oh, wat een kutting. Oh, de cavia is al eraf. Ja, de cavia is eraf. Hallo? Hallo? Timo, de microfoon? Hallo? Doet hij het nog, Timo? Nee! Hallo? Hallo? Wacht, kom daar. Hallo? Zeg maar. Nee, hier, zeg maar. Oh, lekker zeg. Ik ben nou aan het eten. Ja, dit kwam alleen op de mic eraf, joh. Oké, we gaan eten. Doei. We zijn nu op een of andere kermis. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. We houden niet zoveel kermis, dat is het meer. Kijk maar, een reusrad. Leuk, wij staan nu op de foto met de reusrad. Thumbnail. Dat zijn afbaantjes, soort. Rode loper van mij. Oh ja. Wat we nu gaan doen, wordt heel spannend. Ik durf het eigenlijk niet. We gaan nu in onze spannendste attractie ooit. Ik durf het. Kom. Gaan we wel. Oh shit, oh. Oh jezus. Oh, dat gaat uitgek. Oh. Ah, dit was, dit gaan we niet doen. Eind. Dat is meer iets voor ons. Ja. Gaan we botsauto? Nee. We gaan gewoon naar huis. Ja. Welkom bij Land van het is in het Wild. Ja, we zijn weer in het wild. We moeten altijd even wat zakken, spannender. Ja. Oké, we gaan nu naar een grot die hier in de omgeving staat. Het is echt heel spannend, jongen. Ja, de grot van Han. Ja, kijk, dit is een hek. Wij zijn stoer. Ja, echt hè. Daar gaan we. Kom. Ik hoop dat je gepakt wordt. Ah, tyfus. Ah. Ik zie helemaal niks. Ah. Oh, dit is vies, joh. Zit hier allemaal spinnenwebben te graaien, man. Ja, lekker hè. We kunnen er ook gewoon zo uit. Oh, ja. Wow, maar dit is wel vet hoor. We gaan naar ruïne. Wow. We lopen hele slecht pad. Au, jezus. Oh. We zijn onderweg een andere strook bij. Nee, ik ben er niet. Ferdinand strook. Ja. Moeten weer helemaal naar boven. Heel eind lopen. We nemen wel een hele toeristische route hoor. Ja, dit hoort niet bij de natuur. Dit is vals spelen. En twee ingang. He, we hebben uren gelopen gewoon, hè. Maar dat weten jullie natuurlijk niet. Nee, dat leek zo alsof het heel lang duurde ook, hè. Nu gaan we naar de reunie. Ja. Ja, dat weet ik. Oh, zo, dat was leuk, zeg. We hebben echt zoveel... Nee, ja. Dat is geen zeuk. Het kost was gewoon te duur. Nee. Jawel. We hebben... Nee, we gaan er niet omheen draaien. Het was te duur. Het kostte te veel geld, dus dan laat maar zitten. Hè. Nou, dan is in ieder geval hier. Dit is hem. Duur. Hebben jullie hem ook gezien? Ja. Het is duur. Nou, dan gaan we maar weer de hele klim naar beneden, hè? En friet halen. Hey. Yeah. We zijn nu even foto's aan het maken hier, weer bij dat beekje. En Timo heeft net even die stoel gedaan. Maar eigenlijk, wat het mooiste is... Is dit beekje zelf natuurlijk. Ja. Maar ik wilde eigenlijk wel komen daar. Maar hoe komen we daar voor een leuke foto? Dat ik daar loop zo... En dan dat je de foto knipt. Daar moet die stoel. Nee. Daar moet die stoel dus in het water, wil ik daar komen. Ja. Kut. Oh. Dan moeten we hem er nog uitvissen ook. Ja. Ja. En dan. Nee. Nee. Wat gaan we dit doen? Ik knip de water. Nou, de stoel is dus uit het water. Maar ik wil nog steeds hier gaan staan. Dus we moeten er nog steeds naartoe. Dan gaan we even klimmen, want dat is leuk voor de foto, toch? Of niet? Ja, het is maar heel verdrietig. Laten we maar over op dit punt doen, denk ik. Oh, dat is niet leuk voor de film op deze manier. Ik moet gewoon bukken om niet scherpje naar me toe te draaien. Dank u. Yeah. Morgen, dit is de laatste dag van onze vakantie. We gaan weer terug naar huis. Dus, ja.
Doei, huis. Doei. Zeg maar even doei. Doei. Doei.